Knallen we maar in, zou ik zeggen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben Lee. En heerlijk weer. En het terras is weer open. Ja. En we gaan eens even kijken naar onze goede vriend René van Mambo andere Beach. René. Ja, andere René. René van Clunies en Pavarotti en zo. Die geeft hierboven ook nog een tent, die gaat nog open. En hier Mambo Beach hebben ze gisteren geopend. Ja. En dan kan je zeggen, het ziet er tof uit. Auw. Oh. Ik ben Jessie Silver en ik hou van eten. Nou, en, we hebben vandaag weer een mijlpaal. We hebben een mijlpaal. Ja. Meneertje die klom zelf op de bank. En je hebt me wakker gemaakt met heel verdrietig nieuws. Ja, zeg je terwijl ik zo grijs op mijn bakkers heb. Ja, ik werd wakker inderdaad en ik ging een beetje, je had een beetje nu.nl scrollen. En toen zagen we dat ja, vriend, kennis van René is overleden en die hebben wij 2 jaar geleden nog geïnterviewd en dat was Mark de Hond. Die had al een keer kanker gehad, dus door een foute operatie is in een rolstoel terechtgekomen en in 2018 hebben ze weer kanker ontdekt in zijn blaas en aanvankelijk ging het volgens mij wel oké. Okay. Hij had wel afscheid genomen van zijn blaas, hè? Ja. Zo ver was het wel, want daar had hij nog een afscheidsfeestje voor genomen. Oh ja. Ja, het is echt, ik schrik er echt van. 42 maar, is hij geworden. Hij had zoveel strijdlust en positiviteit en ook wel een beetje ontkenning, hè? Mm-hmm. En ja, het is echt heftig dat dan zo iemand dat dan gewoon nog een keer moet overkomen, zeg maar. Hij was echt, ja, hij was 18 als het goed is, toen hij in de rolstoel terecht kwam. Ja. Omdat die tumor was dat goed, is zelfs nog goedaardig, hè? Maar hij moest er wel uit, want hij zat op de verkeerde plek natuurlijk. Ja. En dan door een operatie krijg je gewoon een dwarslesie, heel je leven in een rolstoel. Nou, ook daar heeft hij het beste uitgehaald. Ja, 2 leuke kindjes. Leuke kindjes, getrouwd toch nog pas, dat heeft hij wel gedaan. Ja, en dan gebeurde dat nog. En ik zat net even het interview terug te kijken die we met hem gedaan hebben in 2017. Toen waren we uitgenodigd in, ja. Waar was het ook alweer? Nou ja, in Den Haag in ieder geval. Ja, was het theater daar bij de Grote Markt toch, waar ook die kerst... Markt vaak staat. Ja. Toen zagen we nog een man hevig bloeden bij het bushokje. Oh ja, ook nog. Ja, en ja. Auw, maar. Ja, ja, gelijk weer een knoop in je maag gewoon. Ja. Het is echt dat je denkt van een klote ziekte, hè? Ja, absoluut. Het is gewoon een sluipmoordenaar, hè? En tegen de tijd dat je weet dat je het hebt, is het vaak al gewoon gezondheid. Ja, het is onwijs verdrietig. Het is nu bijna een week geleden dat ik ben besneden. En
waar je de eerste paar dagen toch wel zoiets had van, wow, nou, geen probleem, valt allemaal wel mee. Ben ik er toch wel een beetje van teruggekomen. Nou ja, het doet nog steeds niet super veel zeer, maar de nachten zijn echt verschrikkelijk. Ik weet niet of je namelijk weet, maar de meeste mannen waarschijnlijk wel. 'S Nachts krijgen wij met de enige regelmaat een erectie. Oh, een erectie. Ja, een erectie. En daardoor komen die hechtingen op spanning te staan. En dat is niet fijn, kan ik je vertellen. Het ziet er nog steeds wel goed uit. En niet ontstoken en zo, dat is allemaal goed. Alleen... alleen een beetje bloed bij de hechtingen en zo. En het feit dat het gewoon de hele tijd schuurt, ben ik toch wel erg blij dat ik een volle week thuis zit. Want dat had ik niet op mijn werk kunnen verwerken, zeg maar. Dus dat. Nou, we zijn inmiddels lekker opgefrist. Jessie die zit lekker Telekids te kijken. Altijd gezellig. We gaan zo meteen weer naar mijn moeder in Tilburg. Jessie die vindt het nog wel leuk om naar buiten te gaan. En helemaal als wij binnen aan het koken zijn en zo. Dus hebben we inmiddels gekozen voor een ander gekje. Ja, klimmen doet hij toch wel, maar hij kan in ieder geval niet naar buiten zonder dat wij het zien. Want nou ja, dat hij dus vandaag voor de eerste keer op de bank klimt. Ik wil ook zeggen dat hij binnenkort op de banken buiten kan en dan op de balustrade en nou ja, de rest kun je zelf invullen. En dat, daar moet je toch niet aan denken. Dus we hebben een hekje. En nu zijn we ook naar het kijken voor een hekje, een soort, waar is de keuken, daar. Een soort room divider ofzo, om de keuken af te sluiten. Want hij wil ook nog wel eens... de keuken inrennen en dan pakt hij een mes uit de vaatwasser of met zijn handen tegen de oven. Of hij pakt ineens een grillpan van het vuur die knijterheet is. Dus daar zijn we nog naar op zoek. Nou, maak even lekker een wrappie. En dan gaan we rijden. Vlieg pik, hè? High five. Jesse, high five. Nou, kijk maar high five. High five! Ja, dankjewel. Dankjewel. Eindelijk. Hij gaat zo meteen slapen in de auto, dat weet ik zeker. En ik heb weer een beeld. Ja, ik zal ook even kijken. Hij ging net wel in een snoekduik zo tegen de voordeur. Zo. Woep. Is het rapje al klaar? Eén. Oké. Okay. Nou, dan wacht ik nog even. Kijk, lekker wrap in mijn kip. Jo, daar moet jij in, hè? Daar moet jij in. Ja, kijk uit dat je niet achterover duikelt, hè? Ik hou jou niet voor niks vast. Wat ga je doen? Pas jij op je sokjes. Want het is glad, hè? Zou oma leuk vinden. Ja. Is hij toch weer, die Jessie? Tata. Ja? Dat hij maar wegblijft, denkt Pien. Nee, Jessie. Moet hij maar aan wennen, hè? Tata, tata. Zachtjes. Hij daagt mij uit, zeg. Ja. Allee, kom maar in de ring. Jessie. Hoe die dat deed, hè? Hij wil jou nadoen, hij wil. Kijk dan. Jij wil het echt zo doen.
niet eens. Dat vindt hij leuk, dat doet hij ook met een lepeltje en met zijn tandenborstel. Dat is een komietje. Hij doet dat ook met een vent ook, hè? Met de borstel doet hij dat. Nee, de borstel. Ja, doet hij de borstel overnemen met de mond. Je bent ook gekomen met een zakdoekje. Hallo! We zijn on the road again. We zijn on the road again. En dit keer gaat Sergio een gat in zijn neus boren. Dat is een leuke way of saying it, yes. 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 Ja. It's gonna have a nose piercing. Ja, aan de andere kant. On the right. Want on the left is voor de fertility. En dat hebben we al genoeg. Ja. Nee, daar heb ik gelezen, dat was wel grappig. Links voor vrouwen is in een Indiaanse cultuur, bij de Ayurveda, staat het voor vruchtbaarheid en vermindering van menstruatiepijn. Ja, dus, nou heb ik daar zelf niet zoveel last van. Dus je denkt, doe dan maar rechts. Dus ik doe hem rechts, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk, ja, het staat sowieso wat tof. We hebben wel zo'n dingetje erop gezet. Mijn moeder zou zeggen, hoe ouder, hoe gekker. Hoe raker. Ja, en ik twijfel nog of ik het ga doen. Ja. Ik weet niet of het me staat, maar ik vind zo'n ringetje erin, zo met zo'n leuk, ja, met zo'n gewoon een leuk sieraadje, vind ik ook wel tof. Maar ja, Sergio gaat sowieso. Ja. Even kijken of we mogen filmen, want meestal zijn ze er niet zo happig. Nee, meestal zijn ze niet happig. We gaan naar Monica, Tattoo en Piercings. In de Weimarstraat. Ja, is het de Weimarstraat? Ja, dat dacht ik namelijk. Toch? Ja, dat heb ik gezegd. Oh. Maar ik weet het even niet meer. Maar ja, ze had goede recensies. En dat is belangrijk. Ja, en iemand anders die had geen piercer in huis. En nog iemand anders die zaten al vol. En we zijn ooit ergens anders geweest en daar waren we zelf niet zo van vol. Dus hebben we nu gekozen voor Monica. 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 Dus we gaan eens even kijken hoe dat... Monica gaat lekker aan mijn neus lopen, porren. Ik denk wel dat het, ja, het wel gevoelig is. Ja. Omdat daar gewoon heel veel, volgens mij, zenuwtjes lopen. Ja. Volgens mij, hoor. Ik weet niet zeker. Nou, ik heb wel begrepen dat het... Dat echt de tranen in je ogen schieten gewoon. Nou, dat ongetwijfeld. Maar dat heb ik met cola ook, dus dat is precies hetzelfde. dat het heel erg bloedt. Ja. Nou, maar mijn nichtje Nienke, die heeft andere Nienke. Nienke van Mierlo, die van de schoonheidsspecialist. Van de beauty, inderdaad. Die heeft hem ook laten zetten, nog niet zo lang geleden. En die vond het allemaal meevallen, dus... Ja, het is toch voor iedereen weer anders. Ja, precies. Nou, we gaan het zien. Zou ik zeggen. En lekker dus. Ja. Dat was hem al. Lekker hè? Sorry. Ja, prima. Nee, ik had echt zo'n tik verwacht. Zo'n pistool ding. Ja, het is ook een klein pistooltje. Oké. Okay. Ja. Dan zie ik alleen wel heel de tijd zo'n dingetje onderin.
Oude Brenzo. Ja? Hij heeft geen energie. Zo. Met die ogen gaan winnen. Ja, het is niet. Oh, sorry, ik ben hier. Krijg je nog? Ja? Ja? Dan mag je zo 3 keer per dag mag je zo de boven druppelen. Ja? Alles wat ernaar komt, een beetje droog, maar niet. Nee. Hier is een lijstje. Ja. Kan ik wel neuspeuken? Nou, eigenlijk niet. Nee. 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 Oh, spoelen. Het is alleen maar gunstig. Daar heb ik dan nagels niet. Ja, hartstikke mooi. Oh ja. Oh ja, ik heb het niet. Ja, mooi. Staat mij? Nee. Ja. Schattig. Schattig. Ik hoor het hele leven al. Ik probeer van allerlei piercings, tatoeages om wat stoerder te worden en ik blijf schattig. Ja. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh. Ben je er blij mee? Ja. Oké. Ja. Top. Ja, ik vind het wel kicken. Ja, is dat leuk. En hij bloedde niet. Nee. Quickie. Ja, schieten of piercen. Ik had het er moeilijk mee. Dat was even van de stuk gebracht. Zeg maar. Ja. Want ja, in eerste instantie denk ik, ja, maar het heet toch een piercing. Dus waarom pierst je het dan niet? En ja, weet je, op internet staan ook weer verschillende dingen. En ja, maar zij had zoiets van, nee, ja, ik ben eerder voorstander in ieder geval voor daar. Om het gewoon te laten schieten, want het is sneller. Ja. Het blijft gewoon zitten, terwijl als je het gaat piercen, heb je veel meer kans dat het er telkens uitkomt. Gaat het gaatje dicht. Ja, want hier zit een soort van weerhaakje aan het einde van het staafje. Ja. Waardoor die er dus in principe niet uit kan. Ja, kan, als je goed hard trekt, gaat natuurlijk alles eruit. Maar ja. Dus hij blijft goed zitten. En, maar ik zit nu te bedenken, dan moet je waarschijnlijk wel naar haar toe als je hem eruit wil hebben. Als er een weerhaakje aan zit, is het niet zo verstandig om hem er zelf uit te halen. Hij is vrij klein, dat weerhaakje. Ja, dat weet ik niet hoor. Daar kom je niet mee. Nou ja, de telefoon is wel opgepakt toch? Om even te bellen. Ik denk als hij straks goed genezen is, dat je hem wel gewoon doorheen kunt trekken. Want het is niet heel groot. Maar wordt het gaatje dan niet groter als je nee, dat niet meteen, nee. Niet dat meteen het gaatje heel groot is. Tegen die tijd bellen we gewoon op, want ja. Je moet hem toch 6 weken of zo laten zitten. Sowieso. Ja, en ik vind het knopje eigenlijk ook wel. Voorlopig wel schattig. Ja. Ja, ik heb het nog niet gedaan. Want sowieso zat er ook nog iemand anders te wachten. Die kwam voor een navelpiercing. Dus ik dacht, nou, ik ga niet Hans over kop ook zeggen van, nou, doe mij ook maar. Dus misschien een andere keer. Ja, voor ons in ieder geval ja, geduldig. Het bleef toch een beetje zo van, nee, denk er maar even rustig over na. Ja. En ook goed uitgelegd waarom de ene dan voor en tegen zat. Ja. Een andere manier van zetten. En het meisje wat er zat natuurlijk, die zei ook van ja, ik heb het, wat zei ze, 12 jaar geleden ook laten schieten. Ja. Die zag er ook prima uit. Ja, slecht. En wel gewoon een leuke shop. Ja. Ja, dus als het gewoon goed gaat, dan komen we daar natuurlijk vaker als het... Als we weer iets in ons, als we weer een kronkeltje in onszelf krijgen. Frisse tanden. Kijk. Zit er nog steeds mooi in. Ja toch. Het is weer bedtijd. Lekker slapen. Kleine man die ligt ook al heel lang te slapen. En, ja, wat boffen wij toch, hè? Ja, wij boffen zeker. We leggen hem in bed en hij slaapt. Dus dat is super tof. En super fijn. Vanochtend was het gewoon 9:30. Ik dacht, oh, zullen we eruit gaan? Zullen we even naar de crèche brengen? Ik heb jullie helemaal niet gehoord gewoon vanmorgen. Nee. Maar ik slaap dan ook al een paar nachten niet heel erg fijn. Ik denk wel dat ik vannacht voor het eerst gewoon weer relaxed kan gaan slapen. Omdat... Ja, omdat het allemaal gewoon heel erg goed aan het genezen is. Dus dat, ik denk dat het vannacht een fijne nacht gaat worden. Wat ook wel leuk is om te laten zien. Oh, moet wel een beetje zachtjes praten. Wat ook wel leuk is om te laten zien. Is dat we dit hebben. Het heeft een beetje moeite, want het is donker. Maar ik doe zo.
de Zimmerman. We hebben alleen een... Het plantenspotje komt nog terug. Ja. Die komen morgen. Oh, er is er eentje. Oh, er is maar eentje kapot hier. Dat is goed. Maar die moeten ook vervangen worden. Ja, dat is want geen LED. Zijn geen LED. Dus morgen krijgen we een nieuwe LED-verlichting binnen. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben een nieuwe kast besteld. Die komt ook binnenkort. En we zijn nu aan het kijken naar vloeren. Dus... We willen heel veel. We want a very, very much. Dus, wij gaan lekker slapen. Ja. We zeggen, vond je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. En ik ga naar de kapper. Ik ben helemaal naar Rotterdam gegaan. En daar sta ik aan mijn Amethyststraat. Ik moet zo even de balans in orde krijgen, maar dat moet de zaak zijn. Ik ga naar Mandy. Je hebt natuurlijk een grappig moment dat het zo. Ja. Zo, inmiddels 5 uur verder, maar het resultaat mag te wezen. Ik ben er helemaal blij mee. Echt super. We hebben dus nu, ik hoop dat ik het goed zeg, ballages gemaakt en afgewisseld met highlights. Zodat het toch wel een beetje die warmte houdt en dat het ook gewoon niet zo lelijk wordt als het uitgroeit. Ik ben helemaal blij. En ze heet Mandy, ze zit op Kleiweg, even kijken, Kleiweg 192B in Rotterdam. Dus als je, ze doet ook echt super felle kleuren, maar ook, maar die echt gewoon, je zag het zelf bij de eigen haar, echt super tof. Maar ook pasteltinten, zoals dit, maar ook gewoon de naturel kleuren natuurlijk. En ze kan super goed knippen en model maken en ze is gewoon helemaal super. Dus daarom ben ik ook van Den Haag naar Rotterdam gereden om mijn haar even door haar te laten doen. En ik ben ontzettend blij. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten zodat je alle leuke video's meekrijgt die we uploaden. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Buona notjes. Ciao, 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 ciao. Down again.